Als je ietsje breder kijkt naar de zorgkosten die vrouwen maken, dan valt het op dat zij een groot deel van rekening moeten betalen die niet door mannen betaald worden. Dat is de pil, maar dat is bijvoorbeeld ook de kraamzorg, de eigen bijdrage voor de kraamzorg en het plaatsen van een spiraaltje door verloskundigen. Dus allerlei kosten die alleen bij vrouwen terechtkomen, die hoger uitkomen dan de kosten voor mannen. Daarvan vraag ik mij af wat deze heren aan de overkant daarvan vinden. Of het niet zo zou moeten zijn dat de kosten voor de zorg voor vrouwen niet hoger zouden moeten zijn dan voor mannen. En of zij, om het nog wat concreter te maken, bereid zijn om het plaatsen van een spiraaltje door een verloskundige uit het eigen risico te houden. Want dat is wel het geval als een vrouw naar de huisarts gaat, maar niet als ze naar een verloskundige gaan. Terwijl het vaak logischer is voor vrouwen om dat dan bij een verloskundige te doen als ze bijvoorbeeld na een bevalling nog in contact met de verloskundige zijn. Dus heel graag daar een reactie op.